Ja, dames en heren, welkom bij alweer de vierde aflevering van evenementjes die wij vandaag livestreamen op de Flevo Campus Meetups Livestreamdag. De komende 50 minuten gaan we het hebben over de biologische landbouw in Flevoland en waarom die toch zo geweldig goed is, hoe het misschien nog beter kan en ook vooral hoe we het kunnen behouden. Zeker als je het vergelijkt met Nederland en ook de rest van Europa. Aanleiding is dit onderzoek, gedaan in opdracht van Flevo Campus, door de WUR. De bedoeling was dat we dat live zouden bespreken, zoals alles vandaag. Maar nu zitten we hier met z'n drieën, zonder publiek, met een groot, koud, niet knipperend oog dat u de kijker vertegenwoordigt. Dat wil echter niet zeggen dat u niet kunt meedoen. U bent van harte uitgenodigd om mee te praten, vragen te stellen. En dat kan via de Zoom-link. Die kunt u vinden op de Flevo Campus site. Daar kunt u ook nu al zitten te kijken. Dat is dan niet via Zoom, maar via de site. Maar u vindt daar ook dus de link naar de bewuste Zoom-uitzending. Mijn naam is Janno Lanjouw. Ik ben freelance journalist in het dagelijks leven. Gespecialiseerd in voedselonderwerpen. Maar ik werk veel voor Flevo Campus in communicatie en programma maken. Flevo Campus, nog heel kort, een kennisinstituut dat zich richt op het stedelijk voedselsysteem van de toekomst. We werken al een aantal jaar daaraan en het wordt nu ook een fysieke campus. Op dit moment wordt daaraan gebouwd. Dus ook de komende jaren, decennia, zullen wij dit soort vragen gaan beantwoorden. Nou, ik zei het al, een van de onderzoeken die wij doen, die we hebben gedaan, ging over biologische landbouw in Flevoland. Een beetje een bijzonder verhaal eigenlijk wel. En daarover ga ik het hebben met mijn gasten. Michael Wilde, directeur van Bionext. En al jaren werkzaam in de biosector. Onder andere bij handelshuis Eostar. Klopt. Dus een expert. En ook natuurlijk iemand uit de praktijk. Een bioboer. Die een van de bioboeren die Flevoland zo succesvol maakt, denk ik. Tom Saat. Hij is boer bij Stadsboerderij Almere. Een biodynamisch akkerbouwbedrijf heel mooi stadslandbouwbedrijf met veel betrokkenheid van de omgeving. En helemaal vanuit grond opgebouwd al daar. Eventjes over het rapport. Michael, heb je het rapport gelezen? Ik heb een samenvatting van het rapport gelezen. Het begint voor mij als iemand die communicatie moet doen best wel juichend. Want als ik eventjes de eerste alinea eventjes mag pakken, dan is het de Flevolandse biologische landbouw is uniek in Europa. Flevoland is koploper op het gebied van biologische landbouw in Nederland. Maar liefst 18,4% van het areaal biologische landbouwgrond ligt al in Flevoland. Dus 20% bijna. Ronde af naar boven. En op provinciale schaal is 15% van het landbouwareaal in Flevoland in beslag genomen door biolandbouw. Dat is fors meer dan het landelijk gemiddelde van slechts 3,4. Bovendien is er ook nog heel veel land in omschakeling. Er komt nog 10% bij de komende jaren. Heb jij een idee waarom juist Flevoland zo goed loopt hierin? Er zijn denk ik wel verschillende redenen voor. Je kan ook het omdraaien dat de rest van Nederland enorm achterloopt. Want deze cijfers, 18%, is natuurlijk iets wat we in de rest van Europa, in onze buurlanden ook wel zien. Ik bedoel, het is hoog, maar eigenlijk zou dit de norm moeten zijn voor heel Nederland. Ja. Maar natuurlijk, het is een prachtige, mooie provincie. Er komen ondernemers die daar werken, die echte ondernemers zijn. Dus die niet bang zijn om bepaalde risico's te nemen, op een andere manier het aan te pakken. Je hebt natuurlijk een mooie bodem. Nou, Tom die kan er alles over vertellen. En natuurlijk, de biologische markt groeit heel hard. En we zien ook in die cijfers uit het rapport dat ook veel naar de export gaat. Dus we hebben ook veel onze buurlanden kunnen voorzien van prachtige biologische producten. Ja. Dus ik denk dat het een scala van redenen zijn, maar als dat mij ligt, zou de rest van Nederland ook dit soort cijfers laten zien. Dus, ja, natuurlijk. En waarom is dat dan
niet zo om daar vast even een voorschot op te nemen? Ja, ik geloof dat het te maken heeft, ook als ik kijk naar onze buurlanden, dat de overheid een hele kleine rol of eigenlijk helemaal geen rol speelt in het stimuleren van de biologische landbouw in Nederland. Mm-hmm. En dat zien we in andere landen om ons heen dat dat wel gebeurt en dat ook direct effect heeft. Mm. Dus voor een gangbare boer. Heel eventjes de ranglijst misschien, als je naar Nederland kijkt. Oh, we zitten echt onderaan het lijstje. Daarom ben ik zo blij met Flevoland, dat we ook nog iets positiefs kunnen laten zien. Ja, en kunnen laten zien aan beleidsmakers van kijk, ook in Nederland laten we zien dat het anders kan. En dus ik ben ook erg blij dat ik vandaag hier mag zitten met het positieve verhaal over Flevoland. Ja. Dus, want als we kijken naar de koplopers in Europa, dan heb je het over geloof ik Oostenrijk en Letland. Dat zijn landen. Ja. En is daar dan een stringent pro-beleid op? Zeker, maar ook Denemarken. We zien ook in het zuidelijke deel van Duitsland dat er veel gebeurt. Zwitserland loopt, gaat heel goed. Frankrijk wordt gestimuleerd, de biologische landbouw. Dus er zijn allemaal plekken om ons heen waar we zien dat de overheid toch wel stappen neemt om de biologische landbouw te stimuleren. Mm-hmm. En dat is goed. Dat is niet alleen goed voor de biologische boeren, maar dat is ook goed voor onze bodem. Dat is goed voor ons watersysteem. Goed voor de biodiversiteit. Goed als het gaat om onze klimaatproblemen. Dus wij moeten daar ook als Nederland enorm aan de bak. Dus, en dan is het mooi dat je naar Flevoland kan kijken en zeggen van kijk, zo kan het ook. Tom, wat ik zei, je bent je bedrijf echt begonnen uit nul. Dus je bent niet een heir, je hebt het niet overgenomen van je familie, van je vader of mm-hmm. moeder. Dus je bent echt naar Flevoland gegaan om dit te gaan doen. Kan je jouw bedrijf misschien even kort kenschetsen? In het kort. We zijn inderdaad we zijn heel klein begonnen. Ook wel met het idee. Ik heb een bodemkundige achtergrond. En ik deed ook vanuit de. Je bent dus niet opgegroeid op het platteland, geen agrarische achtergrond? Nee. Maar wel van kinds af aan al het idee gehad van als ik iets wil gaan doen, dan wil ik boer worden. Maar goed, dat verwatert natuurlijk toch een beetje. En dan ga je uiteindelijk toch de gang die je moet gaan. Je gaat naar de middelbare school, dan ga je studeren. Dan ging ik dus naar Wageningen. En vanuit Wageningen deed ik ook onderzoek in de polder. En ja, dan is niet zo heel erg ingewikkeld om te zeggen, als je wil gaan boeren, moet je in Flevoland doen. Waarom? Ja, de grond is natuurlijk hartstikke jong. Er zit heel veel jong organische stof in de grond. Dus je hebt een hele goede, vruchtbare uitgangspositie. Ook qua onkruid is het een goede uitgangspositie. Het is natuurlijk geen heel oud land. Daar liggen de mogelijkheden. Dus je gewoon eigenlijk puur de spade in de grond. Je keek daar en je zag iets hier moet ik zijn. Nee, dat was eigenlijk nog wel een belangrijk aanknopingspunt. Want in die tijd dat ik wou gaan boeren, dus dan praat je zo rond 1990, was net de muur gevallen. Ja. Dus we hebben ook wel heel kort gekeken van zullen we niet in Oost-Europa aan de gang gaan. Maar juist voedsel en samenleving zijn twee dingen die bij elkaar horen. En dat is, als je in die tijd als je naar Oost-Europa ging, dan begin je gewoon ergens in the middle of nowhere. En dan ben je ook in the middle of nowhere. Ja, dan ben je puur een productie-eenheid. Dus juist dat, wij zijn ook met ons bedrijf uiteindelijk neergestreken op de grens van stad en land. Ja. En dat is eigenlijk het meest spannende gebied. Ja. Dat is een interessant punt, want daar komen we zo meteen nog uitgebreid op terug. Nu nog heel even misschien naar het grote plaatje en ook naar het moment van kentering. Nou, wat ik jou nog wilde vragen trouwens is, waarom denk jij dat Flevoland zo ver voorop loopt? Want is dat puur die bodem dat die mensen dat hetzelfde zagen als jij? Of zijn er, het is natuurlijk zo. Zijn het dan partslag boeren of zo? Je moet, iedereen die in Flevoland is gekomen, er zijn allerlei verschillende redenen waarom je er kan komen, maar een gemene deler is wel dat je niet bang bent om een nieuwe stap te nemen. Maar leg eens uit, waarom is dat zo? Nou, er zijn dus mensen die zijn of ergens uitgekocht. En dan sta je voor de keuze van stoppen we of gaan we emigreren of gaan we in Flevoland beginnen. Mm-hmm. Die keuze er ook. Want het was nieuw land, zeg maar. Het is nieuw land ja. En nieuwe mogelijkheden. Je snijdt ook heel veel banden met het oude land, snij je door. Het ene geldt dan sterker als voor het ander, maar iedereen maakt een nieuwe stap. En op het moment dat je een nieuwe stap maakt, dan vindt er in feite ook een selectieproces plaats. Dus mensen die in Flevoland zitten, zijn gemiddeld ondernemerder, denk ik, als in de rest van Nederland. Maar sterker nog, er was ook een effectief selectieproces vanuit de overheid, toch? Sorry? Er was ook een effectief selectieproces vanuit de overheid. Dat mensen zeiden van, we willen alleen maar die super, super goede boeren. Ja, dat kun je ook wel met een beetje korreltje zout nemen. Want het was in het begin was het alleen maar als je heel netjes was en als je lakenkasten goed uitzag. Even voor degene die dat misschien niet zo goed weten, maar in de geschiedenis van Flevoland is er op een gegeven moment een moment geweest dat
nou ja, dat die provincie bevolkt moest worden en dat het ministerie van Landbouw of wat daar toen voor doorging echt mensen koos, onder andere op of de kast schoon genoeg was of moeder de vrouw... Ja, of je het goede geloof had, het goede geloof had, goed verdeeld zijn. Ja. Zoveel katholiek, dus het is echt ingevuld. Maar jij zegt dat dat niet een belang is, dat dat niet een reden, een rol heeft gespeeld in het type mensen dat daarheen is gegaan? Nou wel, in dat het dus gemiddeld ondernemender mensen zijn als de gemiddelde Nederlander, zou ik maar zeggen. Ja. Dus dat is absoluut iets wat een factor geweest is. Maar goed, toen wij net begonnen, toen was het begon net die eerste hoos eigenlijk, hè, van omschakelende boeren. Dus we hebben dat wel een beetje meegemaakt. Ja. En dat is op zich natuurlijk wel iets fantastisch om mee te maken. Dat je gewoon, ook ik ga ze natuurlijk niet opnoemen, maar ik ken de zat mensen die dus in die eerste jaren, nou, dat was het ongeveer het laatste waar je aan dacht. Dus biologisch worden. En die dat allemaal in het loop van de tijd gewoon gedaan hebben en nu heel overtuigd daarmee bezig zijn. Dus dat is wel een fantastisch iets om mee te mogen maken. En dat geeft ook een enorme boost en enorme swing. Hè? Ik bedoel, het vorige programma had je het over Oosterwold. Daar heb je ook zo'n soort pioniersgeest. Nou, dat heb je natuurlijk met al die omschakelende boeren ook. Hè? Zeker in die eerste jaren was er natuurlijk, werd enorm veel bij elkaar gekeken. Er werd veel gedeeld. Wat ook iets nieuws was. Hè? Want toch hebben boeren vanuit zich uit wel de neiging van, ja, maar dit is mijn geheim. En, en stiekem bij de buren een beetje kijken. Maar het was een hele open, transparante sfeer. En dat is eigenlijk nog steeds. Dus dat geeft een enorme boost. Dus van die groep boeren die toen eigenlijk niet zo heel goed wisten wat ze aan het doen waren, maar gewoon dit gingen doen en met z'n allen dat hebben opgepakt. Dat is nog steeds een groep die nog steeds bij elkaar is. Voor deels. Maar je ziet natuurlijk nou dat heel veel kennisvragen en zo komen nou juist weer van de nieuwe omschakelaars. Dus je ontstaan nu ook weer allerlei nieuwe verbanden. Ja. Ik weet, er is ook een tijd geweest dat je echt iedereen die omgeschakeld was, die kende je. Nou, dat is niet meer zo. Ik ken ze echt niet allemaal meer. Nee. Daar is gewoon veel te groot voor geworden. Maar die onderlinge openheid, ja, die is er nog steeds. Nu zitten we op 15%. Maar Michael, jij wees me er in de voorgesprekken nadrukkelijk op dat er is een Europees besluit gevallen. En als de nationale overheid het dan nalaat, dan doet Europa het wel. Want 15% is niet genoeg de komende 10 jaar. Nee, we moeten aan de bak. Het is inmiddels is de Green Deal wel bekend, denk ik, bij iedereen. En onderdeel van die Green Deal is de farm-to-fork-strategie. Dat is de landbouwstrategie. Dat is een enorm belangrijk onderdeel van de Green Deal, omdat landbouw een impact heeft op klimaat. Er wordt wel gezegd dat een derde van alle CO2-uitstoot komt vanuit de landbouw. Mm-hmm. Niet voor niets heeft Frans Timmermans en zijn team, Diederik Samson, gezegd dat er gewoon een heel stevig, ambitieus landbouwbeleid komen. En dat men gaat dus voor 25% biologisch landbouwareaal in Europa gemiddeld in 2030. Gemiddeld. Dus we zouden ook zeg maar heel België en Oostenrijk kunnen doen en dan Nederland intensief houden. Ja, en dan lopen we net zoals nu behoorlijk achter. Ja. Maar goed, dat lijkt me niet zo heel verstandig. Maar dat Nederland een enorme stap moet zetten. Volgens mij staan we nu op 4,1% biologisch areaal. We hebben enorme ambities nu en enorme plannen. En dat kunnen we natuurlijk niet alleen maar als biologische sector. Daar hebben we de overheid voor nodig, daar hebben we maatschappelijke organisaties en met name ook de consument voor nodig. Waar we moeten wat beter gaan uitleggen waar staat biologisch voor en hoe waardevol is biologisch. Hè? Dus als je je zorgen maakt over klimaatverandering, dan moet je vooral kiezen voor biologische producten, omdat die onderdeel zijn van de oplossing in plaats van het probleem. Als je je zorgen maakt over de bijen of de worm of het leven in die bodem, kies dan voor biologisch. Want dan ben je onderdeel van de oplossing in plaats van het probleem. Nou, en zo kan je het ook hebben over water, over hoe we de wereld gaan voeden. Nou, al die thema's. Dus dat is een grote communicatie die we moeten gaan verrichten. En mensen te motiveren om toch ook in de winkel te kiezen voor die betere wereld. En niet alleen buiten de winkel, wat nu vaak gebeurt. Dus. Ja, want dat is wel een ding. Wat als je ook naar dit rapport kijkt, dan zie je dat er dus inderdaad kwalitatief goed, veel, bekend, beroemd biologisch product uit Flevoland komt. Maar je ziet ook dat bijna bij alle producten 2/3 niet in Nederland geconsumeerd wordt. Die verdwijnt, of 2/3 of meer, gewoon het is echt een exportproduct. En in die zin ontstaat een beetje het beeld bij mij als ik het lees dat het gaat supergoed met bio, maar ja, het lijkt ook steeds meer, als je het zou hebben over iets ontastbaars als de ziel van biologisch, en misschien is dat ook wel wat jij beschrijft, hè, van de echte pionieren en met de bevolking samen. Ja, die begint met grote schaal, met grote inkomsten, met niet miljoenen, maar miljarden. Nou, maar
Het begint in die buurt te komen. With great power comes great responsibility. Ja. Om Spider-Man maar eens weer eens aan te halen. Is dit iets waar je voor moet uitkijken? Zie je een beeld ontstaan waarbij biologisch misschien verwaterd, Tom? Nou, je moet er wel één kanttekening bij plaatsen, denk ik. Als je naar de geschiedenis. Ik ben gewend, toen ik begon, heel veel producten die wij produceerden gingen 100% voor export. Het was in Nederland heel erg achtergebleven. Maar in die zin is er wel een inhaalslag gemaakt de afgelopen jaren. Dus blijft nu een groter deel in Nederland als dat 20 jaar geleden was. En wiens verdienste is dat? Dat is deels een verdienste van de retail. Er zijn dus een aantal retailers die echt ook keuzes gemaakt hebben. Die hebben op een gegeven moment gezegd van we leggen van bepaalde producten alleen nog maar de biovariant in de winkel. Nou, daar geef je een enorme boost. Geef eens een voorbeeld, want dat zie ik niet meteen. Ja, met rode kool, rode bieten heb je dat ook. Met rode bieten heb je het ook, maar ik heb het ook wel met pompoenen. Meegemaakt met broccoli bijvoorbeeld. Dat op een gegeven moment. Even kijken, was dat nou de. Was niet de Jumbo? Nou, ik weet niet. De Plus. De Plus, exact. Dat was de Plus. Die op een gegeven moment ging die dus de broccoli alleen maar bio in de winkel leggen. Dat gaf een enorme boost. En dat, je moet voorstellen dat dan gaat het voor ons maar om relatief kleine plussen die we dan krijgen. Hè? Want het is toch wel de Plus. Maar we kregen dan een plus van ongeveer 15 cent. Ja. In diezelfde tijd verbouwden wij ook broccoli voor Albert Heijn. Bij Albert Heijn lag het dus in de niche. Er lag dus naast de gewone broccoli. En dan is het een niche product. Gaat het vier keer over de kop. Hè? Dus dan ligt het echt gewoon voor minstens het dubbele, maar vaak wel het driedubbele van de prijs van gangbaar ligt in de winkel. Nou, dan krijg je af en toe eens een bestelling van een pelletje of van twee pelletjes. Terwijl bij de Plus gingen toen echt met vrachtwagens vol. Wat heb je liever? Dan gebeurt er wat. Ja, precies. Plus. Absoluut. Ja, maar je verdient er minder op, maar de bulk compenseert dat, zeg maar. Absoluut. Ja. Nou, en ik denk even toe te voegen, wat zo belangrijk is prijs dan. Hè, voor die consument die dan die biologische broccoli koopt, die schrikt dan niet van die prijs. We weten dat voor 68% van consumenten die biologisch niet kopen, die laat liggen omdat die prijs te hoog is. En in het geval van wat jij net aangeeft, dan zal die prijs een stuk lager zijn bij de Plus dan bij de Albert Heijn, waardoor veel meer mensen worden geconfronteerd met het biologische product. En dat is natuurlijk enorm positief. Dus, ja. Die boost hebben we echt nodig in Nederland. Ja. Ja. En dat kan nog veel beter natuurlijk als het nu is. Dus de boost van dat eigenlijk. Dat de retail gewoon de keuzes gewoon meer schaal is. De retail moet gewoon keuzes maken. Mm-hmm. En je ziet dat een hele belangrijke boost in Flevoland ook. Ook voor de omschakeling. Zeg, bijvoorbeeld uien en peen. Hè? Dat zijn twee sleutelgewassen. Ja. Op een gegeven moment is dus in Duitsland de Aldi en de Lidl. Die zijn gezegd van we hebben alleen maar biopeen in de winkel. Het hele jaar door. Ja, dat gaf natuurlijk een enorme boost aan de productie. In Nederland is er nog geen enkele supermarkt die keuze gemaakt heeft. Maar dat zijn de keuzes waar het om gaat. Dan gebeurt er wat. Dus gaat de consument nauwelijks iets meer betalen. Maar dan gaat aan de productiekant wel een hele grote verschuiving plaatsvinden. Ja. Maar dus jij zegt eigenlijk van hè, die supermarkten die hebben dan weer een soort van de macht. Die kunnen dat beslissen. Vreemd genoeg doet die Aldi dat dus wel in Duitsland. Met Nederlands product, maar niet in Nederland. Ja, maar kijk, dan kom je ook de samenhang met het beleid. In Nederland hebben we natuurlijk een beleid wat eigenlijk alleen maar stimuleert wat we de afgelopen 30 jaar al doen. Hè, neem nou het boerenprotest. Hoe serieus dat werd wel niet genomen. Terwijl het om zoveel dingen gaat die dan gewoon wetenschappelijk gesproken gewoon onzin zijn. Weet je wel? Er werd er gedemonstreerd bij. Was het ook, bij het RIVM werd er helemaal steeds voor de stikstof. Iedereen wist gewoon die hele stikstofcijfers. Er was geen. Weet je wat, er werd gewoon geprotesteerd. En dat werd serieus genomen door de politiek. Als de politiek nou die keuzes veel scherper maakt, dan krijg je een heel ander klimaat. En dat werkt maatschappij breed werkt dat door. Oké, dus de supermarkt moet het doen, maar nationale overheid moet het absoluut, eerst doen. Zeker. Natuurlijk. Ja. Nee, maar het is dus in een balans. Ik geloof dat we hebben gewoon enorm veel huiswerk. En dan kan je niet alleen maar zeggen bij één partij ligt nu de verantwoordelijkheid. Ligt maar bij ons allemaal. Maar misschien de primaat, de prime mover. De overheid, denk ik wel. Weet je, maar als je kijkt naar bijvoorbeeld. Schrijf ook dingen op speciaal voor vanavond. Want dan zitten hier dus nationale politici. En we gaan het hebben over het toekomstig regeringsbeleid. Wat moet daarin staan? Nou, een van de dingen zou ik zeggen, 0% BTW op biologische producten. Om eventjes iets aan te geven. Dat lijkt mij nou een hele goede om op die manier het prijsverschil tussen biologisch en gangbaar
geringer te maken, waardoor je dus veel meer mensen zal zien die biologische producten gaan kopen, waardoor de retail ook meegaat. En je kan het ook onderbouwen door het feit dat biologische boeren niet een negatieve impact hebben op het watersysteem. Dus waarom zouden we daar met z'n allen waterbelasting voor betalen? Of dat we de biodiversiteit houden zij in stand? Of als het gaat om klimaatverandering. Dus biologische boeren zijn ontzettend waardevol voor de Rijksoverheid. En voor de doelen die men stelt. Als het kijkt naar de Parijsafspraken, et cetera. Dan mag je die boeren en dan zeker ook die consumenten die producten koopt belonen. Bijvoorbeeld met een lagere btw of een 0% btw op bio. Maar dat is maar één voorbeeld hoe we dat zouden kunnen bereiken. Mm-hmm. En dan wordt er gezegd vanuit de politiek, ja, maar dat kan niet allemaal vanuit Brussel. Dat mag niet. Maar wij weten nu inmiddels ook in de Green Deal plannen dat de men er gaat voor zorgen dat de nationale overheden wel dit soort maatregelen want kunnen nemen. Het mag niet ook omdat je dan te maken krijgt met mededinging. Exact, maar daar wordt nu ook in Brussel zeggen ze van dat excuus, dat gaat niet meer op, want wij gaan maatregelen treffen dat het wel kan. Maar het is heel belangrijk dat we dus niet alleen maar kijken om dat areaal naar 25% te krijgen, want als de markt niet meegroeit, dan hebben we echt gewoon een enorme puinhoop. Veel te veel productie, wat niet vervolgens wordt geconsumeerd. Exact. Dus de markt moet hier leidend in zijn en de supermarkten zijn zeker ook aan zet, absoluut. En we gaan ook als Bionext gaan we aan gesprek met alle supermarktketens om juist, ook wat Tom net aangaf, om dat soort beleid in te voeren. Om over te praten over de waardes van biologisch, om dat goed te communiceren op het schap. En ook over te praten over die prijsverschillen. Dat is gewoon ook een hele belangrijke. Maar de overheid zal ons heel erg helpen met dit soort maatregelen. Duidelijk. Toch blijft die vraag van de ziel van biologisch misschien een beetje in mijn hoofd, althans rondzingen. Want wat je natuurlijk ook krijgt is een plotselinge groei. Bijna we moeten wel. De NMA, de Autoriteit Financiële Markten, wie het ook is die over mededingen gaat, die wordt gewoon door Brussel op een zijspoor gezet. Dus het wordt gewoon gestimuleerd. Geld valt hier te verdienen. Mm-hmm. Ja, zeker als ik naar jou kijk en het beeld wat je schetst van die beginjaren, is het iets ideologisch, iets wat voortkomt uit een bepaalde manier van denken. Je krijgt nu natuurlijk ook een soort bio-cowboys. Ja, ik wil echt twee dingen even opzeggen. Het is een terechte opmerking en een goede vraag en daar moeten we het zeker over hebben. Maar ik geloof het belangrijkste even is dat we het vooroordeel weghalen dat als je een grote biologische boer bent, dat je daardoor geen ziel meer hebt. Daar neigt het wel een beetje heen dat biologisch vooral een kleinschalig en moet zijn het romantische. Ja, maar dat was het, toch? Dat was het wel, maar je kan nog steeds, en dat is het mooie van mijn werk, nog voordat ik bij Bionext kwam, bij Josta, dat ik met heel veel cameraploegen uit Duitsland, die echt wilde laten zien van nou dat bio uit Nederland, het is niet echt bio. Hè, want het is heel erg productief gericht en hoogwaardig. Die kwamen met dat verhaal wat ik net zei. Die kwamen naar heen en ik nam ze mee naar de meest dat kan ook in de glastuinbouw. Heel hoog technologiegehalte en paprika's die er zo perfect uitzien dat ze bijna lijken dat ze uit een fabriek komen. En dan gingen ze dus het gesprek aan met die telers. Met echt het gevoel van we laten nu even zien aan die Duitse consumenten dat Nederlandse bio. En dan hoor je die boeren praten vanuit hun hart. Die hoor je ze praten over de bodem en over hoe erin staan en de natuur en de samenwerking met de natuur. En al die televisieploegen gingen weer naar huis, naar Duitsland, met van het kan dus wel. Je kan grootschalig, je kan goed productie draaien en nog steeds hebben ziel voor bio. Dat punt wil ik even maken. Dus dit eens. Maar als het gaat om de nieuwkomers, er zullen ongetwijfeld ook nieuwkomers bijkomen, omdat ze gewoon de dollartekens zien en het met name daarvan wil doen. Ja. En dat is op zich, als ze zich houden aan de regelgeving van biologisch, is dat in eerste instantie prima. Want we moeten daar verder mee. En wat wij ook zien is dat naarmate mensen langer in die biologische sector werkzaam zijn, dat ze steeds zich meer gaan identificeren met de basisprincipes van IFOAM. Dat is de wereldkoepelorganisatie van de biologische landbouw. Dan gaat het over ecologie, zorg, gezondheid en eerlijkheid. Dus die vier principes. Dus naarmate mensen langer daar bezig zijn, gaan ze ook zien van wauw, ik beteken ook echt iets voor de biodiversiteit. Of ik draag ook echt wel bij om die bodem op te bouwen in plaats van uit te hollen. Dus ik zou zeggen, we moeten met elkaar in de gaten houden. Maar we hoeven niet bijvoorbeeld al deze nieuwkomers te zien als cowboys. Nee. Ja. Nee, en sterker nog, je zegt eigenlijk van laat ze eerst maar eens, al is het voor de verkeerde redenen, laat ze maar mee gaan doen. En je zult zien dat ze langzaamaan getransformeerd worden in iemand die het voelt. Want absoluut. Bijna ook als, nou ja, dat is dan weer ook raakt weer aan die ziel. Iets waar je gelukkig van wordt. Iets waarbij je ziet van wat je zingeving er is een extra plus, een extra.
Want ik, daar wil ik wel een beetje voor waken. Ik kom ook bij heel veel gangbare boeren. Die beginnen ook altijd over de bodem. En die hebben daar ook, dat is ook alles waar ze het over hebben. Ja. Dus het is niet zo alsof gangbaar dan... Nee, maar dat hoor je mij niet zeggen. Nee, ik zeg ook niks dat, nee, dat de gangbare boeren niet zorg dragen voor de bodem. Okay. Het gaat er mij meer om dat het gebruik van kunstmest en andere vormen van agrochemie. Ja, dat is niet echt een goede mix. Maar goed, Tom, daar kan jij me veel meer over vertellen. Ja. Dus, Nou, ja, wat je veel ziet, is dat, dat zeg maar, de vreugde in het werk, dat de eerste sleutel is in zo'n omschakelingsproces. Het is natuurlijk zo dat als je in het gangbare circuit zit, dan zijn dingen heel veel dingen liggen vast. Ook je teelt en zo, heel veel voorlichters, recepten die op het vol. En dan, terwijl als je om gaat schakelen, dan opent zich toch wel een hele nieuwe wereld. Je moet je hele afzet moet je weer gaan vormgeven. Je krijgt weer andere gesprekken. Je wordt ook veel meer aangesproken op je, zeg maar, op je groene vingers. Van, hey, wat gaat er nou gebeuren? En ben ik de dingen wel voor? En dat opent een heel nieuw perspectief. En dat gewoon door dat gewoon te doen, ja, ontstaat er ook een... Het is eigenlijk het soort... Ik kan ook zeggen, dat is het idealisme wat ontstaat vanuit dat je met je handen aan het werk bent. En je hebt natuurlijk ook heel veel idealisten die hebben het in het hoofd zitten. En dat komt eigenlijk nauwelijks nog hier, als je het over de ziel hebt. En dat komt helemaal nooit in de handen. Mm-hmm. Dan houdt het ook op een gegeven moment op. Mm-hmm. En dus dat kan van boven. Ik ben daar zelf een voorbeeld van, denk ik. Ik heb dat echt wel vanuit mijn studie uit meegekregen. Van die kant moet het op. En dat komt dan gelukkig op een gegeven moment in je handen terecht. Ja. Maar het is dus wel ook een nou ja, wat je zei zelf, een sprong in het diepe die je moet wagen. Maar je zegt van, hè, door dat te doen, krijg je eigenlijk een soort vliegwiel en je gaat je weer meer interesseren. Want ik ben ook bij de bioboeren waarmee ik ben bij jullie geweest, maar ook nog bij een aantal andere boeren in Flevoland om video's te maken. En een paar daarvan waren gewoon, eentje daarvan, die was in ieder geval omgeschakeld. Opgegroeid op dat bedrijf, zelf omgeschakeld met zijn vader in het bedrijf. Yeah. Die begon veel meer gewassen te telen. Want dat doe je als biologische boer. Ja. Dus die moest in één keer leren hoe die met bonen, knoflook... van allemaal. En toen zei ik, leuk. Hè, want dat klinkt als iets, als een soort leuk project. En zei, zeker leuk, maar ook zeker spannend. En je doet ook dingen fout. Dus het is ook wel risicovol. Ja. Maar jij zegt, wie niet waagt, wie niet wint. En daar zit juist het boerengeluk in verscholen. Dat is ook zo, maar je ziet ook dat het... Hè, dat zie je ook in het rapport. Je ziet ook dat winnen zie je ook in het rapport, want je ziet ook gewoon dat niet alleen de sector gegroeid is, maar je ziet ook dat het gemiddelde inkomen bij de biologische bedrijven is gewoon een stuk hoger dan in de gangbare bedrijven. En daar komt dan nog wel bij, dat weet ik dan uit ander onderzoek, dat je ook nog eens ziet, dat is zeg maar de verschillen, zeg maar, tussen de 50% laagste of 50% hoogste, in het gangbaar is dat een vrij smalle bandbreedte. Wie het meest verdient, wie het minste verdient, bedoel je? En in de bio, dat is natuurlijk logisch, omdat het veel meer aankomt op wat je allemaal zelf doet, in plaats van dat je allerlei recepten opvolgt. Die bandbreedte is nog veel groter. Maar dat het feit dat dat inkomen, gemiddeld inkomen veel hoger ligt, duidt erop dat je in die zin nu bij de winnende partij zit. Ja. En dat moet denk ik ook wel, dat moet er ook wel toe leiden, denk ik, dat je dan dat het ook in de praktijk van het bedrijf, dat ook wel wat verder dan ook nog wordt vastgelegd. Hè? Dus bijvoorbeeld inderdaad de zorg voor de bodem, die ook bij heel veel gangbare boeren echt wel ook echt uit het hart komt en waar we voor gezorgd hebben, dat moeten wij ook in de regelgeving of nog veel beter vast gaan leggen. Ja, want voor dit gesprek vanochtend stuurde jij mij nog een aantal documenten van een onderzoeksbureau. Nou ja, jouw bodem was onderzocht en daarmee wil je een verhaal vertellen, want je waarschuwt ook voor... Die bodem, die mooie, jonge... Je ziet dus in het rapport zie je ook dat er dus een hele grote nadruk in Flevoland ligt op de akkerbouw groentebedrijven. Ja. Nou, dat is mooi. Maar juist die samenhang met de dierlijke productie die moet sterker verankerd worden. Juist ook vanuit zorg voor die bodem. Dat is iets wat jij doet, want jij hebt ook... Wij hebben een gemengd bedrijf. Je hebt een gemengd bedrijf. Dat is makkelijk, hè? Dat heeft heel veel nadelen als je van de grond af aan moet beginnen, maar het heeft wel voordelen. Wij konden gewoon zeggen, hoe willen wij het? Dus wij wouden sowieso een gemengd bedrijf. Omdat als je een gemengd bedrijf hebt, heb je dus je veevoedergewassen die de bodem verbeteren en je hebt de mest die je dan weer kunt gebruiken voor je akkerbouwgewassen. Ja. En dan zie je, en dat is vaak nog, want die dingen die ik nou jou opstuur, dat is van een paar maanden terug of zo, verbaasde mij ook, want... Ik ben er wel eens bij bodem. Nou, wat was het te zien? Ja? Maar wat je erop ziet is dat je dus in... Dat zijn dan monsters die dan van dezelfde percelen genomen zijn. 6 jaar geleden en nu weer.
En dan zie je zulke grote verschillen in koolstof en in stikstof vasthoudend vermogen van die grond. Mm-hmm. Dat ik ook als bodemkundige, ik kan het eigenlijk niet verklaren. Want theoretisch is het eigenlijk zijn het veel grotere verschillen als dat je eigenlijk. Als je theoretisch zou kunnen verklaren. Het is beter geworden. Het is veel beter geworden. Ja. Ja. En dat merk je ook wel. Maar ben je dan niet bang dat bijvoorbeeld zo'n nieuwe bioboer. Die het uit pragmatisme doet, dat die, wel gewoon... Ik bedoel, het moet toch mogelijk zijn om als biologisch boer ook niet goed voor je grond te zorgen, terwijl je wel voldoet aan de biologische regels, of niet? Nou, dat is in feite nu wel een beetje het zo. Ja, want is een ding, toch? De grond in Flevoland wordt uitgeput. Tuurlijk, maar dat moet je denk ik wel, dat moeten we in de regelgeving wel gaan ondervangen. En ja. Die beweging is ook gaande, hoor. He, want nu zijn er ook nog allerlei mogelijkheden van gangbare mest die je kunt gebruiken. En dat wordt wel steeds meer ingeperkt. Dus, en dat moet ook, want juist het feit dat ook die inkomens hartstikke goed zijn, wil ook zeggen, dat zit ook vet op de botten. Dus we kunnen die slag ook maken. En dat moet gebeuren. Ja. Want kijk, ook wij moeten uiteindelijk afgerekend worden op diezelfde de dingen die in die Green Deal staan. Daar staan dingen die er niet om liggen. En daar moeten wij ook aan voldoen. Neem ook het hele stikstofverhaal. Mm-hmm. Wat Remkes daar gezegd heeft in zijn eindrapport. Nou, daar zit geen woord gelogen bij. Dat zijn gewoon wetenschappelijke feiten. Dan zie je aan de ene kant het ministerie. Die denkt van ja, dat doen we dus niet. We gaan het anders doen. Hè. We gaan het veel lager inzetten. Er wordt wel onderkend dat er een stikstofprobleem is. En vervolgens, is deze week weer gebeurd, stemt de Tweede Kamer doodleuk in van we gaan weer derogatie aanvragen. Dus we gaan weer de toestemming vragen aan Europa dat we toch veel meer stikstof mogen gebruiken. Dat we mogen afwijken van de Europese norm. Ja. Daar kan je geen chocola van brouwen. Ik snap niet dat mensen dat met hun volle verstand kunnen doen. Nou, en datzelfde stikstofprobleem hebben wij natuurlijk in de biologische landbouw ook veel lager. Want wij gebruiken veel lagere niveaus. Maar om die doelstellingen ook van die commissie Remkes te halen, moeten wij ook nog veel zuiniger met onze stikstof omgaan. Ja. Wat ook nog belangrijk is, je hebt het over die nieuwe boeren. En hoe gaan we ervoor zorgen dat die niet de bodem uitput? Nou ja, Tom heeft een paar hele goede redenen gegeven hoe we dat kunnen vermijden, met wetgeving. Maar wat ook belangrijk is gewoon onderwijs. Hè, dat ze kunnen kijken, een kijkje kunnen nemen bij Tom of bij anderen. Hoe ze dat dan wel doet en hoe draag je wel zorg voor je bodem. En wat brengt het je ook zelf als ondernemer om dat te doen? Niet alleen maar om voor die betere wereld, maar ook zelf om ervoor te zorgen dat je nog gezonde, vitale gewassen hebt. Dus het delen van kennis en onderwijs is ook ongelooflijk belangrijk. En ook daar schort het in Nederland aan dat we gewoon veel te weinig budget wordt gestopt in kennis en onderwijs rond voor de biologische sector. En dat is ook een van onze eisen. Dus als je wil naar 25% biologische landbouw, dan moet je ook je 25% van je onderzoek en kennisbudgetten in de biologische landbouw stoppen. En die kennis ook volledig beschikbaar maken voor iedereen die dat graag wil hebben. Dus ja. Daar ligt echt nog wel een... En daarom is het zo mooi met Flevo Campus en over dit soort onderwerpen te praten. Want de studenten, iedereen die hier naar kijkt, dat zijn eigenlijk de toekomstige biologische helden van de toekomst. En die hebben we hard nodig ook op dat gebied. Ja, nou, waarom ik zo zit door te zagen op van gaat het niet mis, hè, als er straks volop ingezet wordt. Is ook gewoon omdat wat je eigenlijk, als ik het zo nu tot nu toe even mag samenvatten, wat je eigenlijk schetst, is dat er juist omdat er die bijzondere grond, die pioniersmentaliteit, ruimte was, is daar kapitaalinfrastructuur, intellectueel kapitaalinfrastructuur ontstaan. Er is een groep mensen ontstaan die dus dit is, een netwerk. Ja. Ja. En dat heb je in Flevoland. Dat versterkt elkaar als een soort vliegwiel. Ja. Waardoor daar, nou ja, er komt nog 10% bij. Dan zijn we nog niet op die 25% als ik het grof uitreken. Maar de doelstelling lijkt alleszins haalbaar. Die doelstelling van de EU, ja. 25%. Als Flevoland een lidstaat was van de Europese Unie, had Flevoland geen probleem. Nederland daarentegen, groot probleem. Dat, ik bedoel, je gaat je bijna zeggen van dat redden we sowieso niet. Ik zie Nederland ook naar Flevoland komen om die kennis op te doen. Om te leren van wat hier dan wel goed gaat. En ik zie ook heel veel mensen vanuit de provincie hierheen komen om te kijken van hoe werkt dat dan? Het is natuurlijk uiteraard, heeft Flevoland heel veel dingen die heel erg voor zich hebben. Heel veel voordelen hadden we in het begin van het gesprek over. Maar ook gewoon het beleid wat het mogelijk maakt dat Flevoland zover is, is natuurlijk ook iets waar andere provincies van kunnen leren. Dus ik zie dat ook al. Flevoland als een soort centrum voor de biologische landbouw worden. En dat is natuurlijk een mooie ontwikkeling. Ja.
Dat gezegd hebbende, leuk dat het zo goed gaat, maar wat kan er beter, Tom? Bij jou, gewoon bij jou en je buren, direct. Wat zou je willen? We zijn er eigenlijk al, maar we hebben nu inderdaad, lijkt ook het rapport, 15% biolandbouw in Flevoland. De Green Deal zegt 25%. Hè? Dus ook in Flevoland zijn we er nog niet. Er moet nog een slag gemaakt worden. Nee, oké, maar er komt ook nog in areaal komt er nog een 10% is in omschakeling. 10% van totaal areaal? Dat staat in dit rapport. Oh, dat heb ik niet goed gelezen. Dan kom je behoorlijk in de buurt. Dan. Ja, maar ik had het gelezen dat is dan 10% van... Dus de 10% van de biologische areaal. Zo had ik het gelezen. Maar... Ja, dus dat komt nog een keer 2,5%. Nee, 80% van de grondtransacties in Flevoland wordt door biobedrijven gedaan. Dus dat is ook, zegt ook iets. Nou ja, dat is eigenlijk een illustratie van het feit dat die inkomens gewoon hoger liggen op de biobedrijven nu. Hè? En daarmee ook de kapitaalkrachtigheid. Hier. 2018 lag in Nederland 4610 hectare landbouwgrond in omschakeling. Bijna 30% van deze gronden lag in Flevoland. En dat is precies 10% van het huidige areaal biologische landbouw. Oké. Ja. En nationaal dan weer. Ja. Maar goed, wat ik zeg. Goed, ja, dat is een heel groot deel. Nee, maar goed, ik verwacht ook dat we daar wel overheen gaan nog inderdaad. Ja. Hè? Deze omschakelgolf, die, zeker als ook de afzet natuurlijk groeit, die gaat door. En wat dan wel een op een gegeven moment ook een bottleneck wordt. Want je ziet eigenlijk dat je eigenlijk verschillende speerpunten hebt. Hè? Je hebt dus enerzijds, ik noem net al even peen en uien. Dat zijn echt van die producten die... Ja, dat is traditioneel zijn we daar in Nederland al goed in. Ja, maar in Flevoland helemaal. Ik geloof dat Flevoland... in de top 10 van uien exporterende landen zou staan, als het een land was. Ja, maar het is geen land. Nee, het is geen land. Nee, maar dat is traditioneel dan zo. Die gaan altijd overal naartoe. Ja. En een ander speerpunt zijn wel de conserven. Dus daar hebben we ons ook groot in gemaakt. Want dat is ook zo'n... Met conserven kun je niet beginnen met 20 hectare of met 30 hectare. Dan moet je op een gegeven moment al grotere omvang hebben om ook apart te laten verwerken, apart te laten opslaan, et cetera, et cetera. En daar merken we nu wel dat we dan ook qua productiecapaciteit ook tegen grenzen aanlopen. Dus maar waar heb je het dan over? Eventjes als je consumentenproduct, gewoon het hakpotje uit de... Bijvoorbeeld, het hakproductje. Of ook de, zeg maar de convenience, die ook heel vaak via de diefries gaat. Of de babyvoeding. Ja. Dat zijn producten waar we heel goed zijn in Flevoland. Omdat we ook die infrastructuur, ook met loonwerkers en zo, dat is er allemaal. Maar het enige wat er in Flevoland niet is, is de verwerkingscapaciteit zelf. Ja, hè? Dus dat stond ook in het rapport inderdaad. Hè? Dus uit traditie is dat eigenlijk altijd in België een beetje gegroeid. België is altijd een beetje de... Vlaanderen, zeg maar, is altijd de groenteprovincie geweest van deze hele Europa. Regio, ja. En op het moment dat je ziet de omschakeling naar bio zit, want dit is heel raar. Hè? Daar in het Vlaanderen, waar zoveel groente geteeld, daar zie je bijna geen bio. Dat heeft ook ongetwijfeld met een stukje mentaliteit te maken. Flevoland is dat ontstaan en dat groeit steeds harder. Ja, maar daar heb je geen verwerkingscapaciteit. Daar moet die verwerkingscapaciteit moet zich op een gegeven moment... Maar je bent ermee bezig, toch? Nou ja, we zijn al heel veel langer aan het denken. Dat zijn allemaal van die vraagstukken. Die zijn altijd een beetje zitten tussen het servet en de tafellaken. Van, dan moet je een stap maken. Hè? Want zo'n verwerking, dat vraagt gewoon een enorme investering. En dan moet je ook partijen zien te vinden die eraan mee willen gaan doen. Dus dat is een heel traject. En nou, daar hikken we eigenlijk als telers al een aantal jaren tegenaan. En toen hebben we van het voorjaar gezegd, jongens, we hebben het plan nog niet, maar we gaan toch eens gewoon eens een keer op de tafel zitten om dat te gaan verkennen. En die verkenning loopt nou. En, ja. Wat is dan, als je stip aan de horizon ideaal mag schetsen, wat zou dan, stel alle geld komt er, alle wind, gewoon alles gaat goed. Ja. Wat zou je fysieke droom zijn, zeg maar? Nou, fysieke droom zou zijn om dan inderdaad een verwerkingsunit te hebben, waar je dus producten kunt invriezen en kunt snijden en opslaan. Een soort, en dan... eigenlijk een soort doos waar dan dat eten naartoe kan en dan wordt het daar geconserveerd. Ja. Dus een vrieshuis, wat je zei, versnijden en de verwerkingslijn, in potjes en al die dingen. En dat heb je dan als ondernemers in eigen beheer? Is dat ook het idee? Of moet gaan. Dat is we hebben dat met kleinere, we hebben dat in het verleden hebben we dat ook bijvoorbeeld met suikermais wel gedaan. Hè. Daar moest je ook een verwerkingslijn voor hebben. Dat is op schaal van een aantal telers kun je zeggen, nou, we steken de kop aan elkaar, we gaan dat doen. Dit is nog wel even een stukje groter. Dus hier moet je denk ik ook partijen uit de diefvrieswereld zelf zien te vinden die zeggen van... Het zijn ijskoude jongens, hè?
Gelukkig wel. Hoe kijk jij daar tegenaan? Tegen ik vind het een interessante discussie, want Hak die heeft nu een paar dagen geleden met gigantische advertenties gekomen. En er was ook een interview. En toen zei de CEO van, werd ook gevraagd van waarom niet biologisch? Nou, dan had je het over de servet en de tafellaak. En dat er niet genoeg telers waren die dat allemaal konden of wilden. Of de kwaliteit allemaal nog te wensen overliet. En dat is eigenlijk een heel zwak verhaal, persoonlijk vond ik dat. Omdat je dus kijkt naar Ardo, de grote marktleider op het gebied van diepvries. Die is volgens mij rond 20% doet biologisch. Dus die heeft dan wel die stap gezet en kan dat dus wel. Ja. En dat is eigenlijk die hele transitie die we nu constant zien met meer biologisch. Dat veel mensen kijken naar op een oudere manier van waarom het niet lukt. En anderen kijken we juist van dit is de toekomst, hier gaat het heen. Hier gaan we gewoon investeren en we gaan die hobbels pakken. En dus word je tegengehouden door die hobbels of ga je eroverheen? En dat is denk ik wel van een interessant punt wat je maakt. We moeten ze gewoon hier ook in Flevoland gaan verwerken, die producten. Ja. En mijn part gezien de biologische status van Flevoland moet het gewoon een volledig biologisch gecertificeerde verwerkingsunit zijn. Dat lijkt me helemaal heel erg mooi. Wat wel belangrijk is, nogmaals, ik blijf terugkomen op die consument. We moeten die markt ook blijven stimuleren. Nou ja, daar wilde ik ook nog even naartoe. Want er wordt dus zo ontzettend veel geproduceerd. Dat is allemaal check of zoiets dergelijks. Maar je kan dan naar de supermarkt of naar het nationaal beleid. Maar gewoon, het gebeurt. Ik dacht altijd, aanbod schept vraag. Ja, hoe doorbreken we die barrière? Nou, daar wil ik echt wel iets op zeggen. Het is wel wat het nu is, dus buiten de winkel zijn we allemaal burger en maken we ons zorgen over die planeet. Dat is nu zo. En dan hadden we een paar, want dat is alweer 20 jaar geleden, was Henny Huisman met de Soundmix Show. Ik weet weer, mensen, ik weet niet of de studenten die kennen. Maar het gaat erom, dan had je dan Hans uit Dordrecht. En dan ging je door een of ander poortje, daar werd je Michael Jackson. En dan leed je een mooi liedje en dan kon je winnen. En dat poortje, nou goed, dat ging natuurlijk. Hans die ging natuurlijk 3 uur in de schmink voordat hij als Michael Jackson eruit zag. Maar in die shot ging hij dus in 1 klap, werd hij dus Michael Jackson. Hoe ik het altijd beschrijf is dat die poortjes zijn nu in feite van de Henny Huisman Show. Die zijn nu allemaal bij supermarkten. We veranderen als een bezorgde burger die zich zorgen maakt over het planeet. Als we door die supermarkten in die supermarkt doorheen lopen, door zo'n poortje, dan veranderen we plotseling in een consument. Die dus plotseling al zijn principes achterlaat, zijn zorgen over de planeet en vooral kijkt. Geloof je dat echt? Dat geloof ik echt. En dat is ook, er is ook heel veel bewijs over van dat wij in onderzoek ons heel anders gedragen dan in de winkel. Ja. En nu zien we dus bijvoorbeeld er zijn een paar leuke verhalen over, maar ik zal er eentje toelichten. In Zweden had een winkelier van een supermarkt daar, die had dus de biologische bananen, die waren dan 2,49 per kilo. En zijn gangbare bananen waren 99 cent. En er stonden gewoon bananen en andere biologische bananen. En het enige wat hij heeft gedaan is het bordje bespoten bananen bij 99 cent. Nou, dat had een mega effect op de verkoopcijfers van biologische bananen. Want plotseling werd die consument geconfronteerd met het feit dat hij misschien toch niet zo'n fan was van spuiten met landbouwgif of wat het ook weer was. Nu zeg ik niet dat wij in Nederland overal het gangbare product negatief in het daglicht moeten stellen, maar we moeten het omdraaien. We moeten het positieve verhaal van die biologische producten ook op het schap gaan communiceren. En ik denk dat je dan enorme... Maar daar ben ik het wel mee eens, want dan ben je dus niet bezig met van de consument is totaal willoos, siloos. Je moet hem alleen aanzetten. Exact, aanzetten. Ja. Want gewoon eventjes, nudging. Daar was ik ook voor. Nudging, exact. Nou ja, daar ben ik nou groot. En we willen nu ook als biologische sector daar wat onderzoek gaan doen met supermarkten. Om te kijken wat voor effect heeft dat nudging nou ten opzichte van een testsupermarkt, waarbij we zien van als je nou bijvoorbeeld zegt van deze courgetten dragen bij aan meer biodiversiteit of maak je zorgen over klimaatverandering, kies dan voor biologisch of whatever. Ja. En te kijken wat voor impact dat heeft. En als we dat rapport dan onder onze arm hebben, dan kunnen we met alle supermarkten van Nederland aan de slag en zeggen van jongens, word nou niet alleen maar onderdeel van het probleem, zoals supermarkten vaak worden gezien nu als het gaat om onze voedselproblemen, maar wordt gezien als onderdeel van de oplossing. Ja. Door bijvoorbeeld positief te communiceren over die biologische producten. Heb je nog een reactie? Dat er twee kanten zijn. Hè? Want dit is een heel belangrijke kant. Maar de andere, wat we net al genoemd hebben, die retailkant, die telt net zo goed. Hè? Ja. Ik ken dat wel van retailers, dat die precies weten van op welke plek ik het neerleg in de supermarkt, bepaalt hoeveel ik ervan omzet. We hebben dat zelf meegemaakt in Londen. Wij exporteren broccoli naar Londen. En in Londen lag het altijd in het hart van het groenteschap.
Weet je wel, was dat Whole Foods of welke? Nee, dat was Tesco. Tesco, okay. Daar had je zo'n mooi zo'n nevel eroverheen continu. Daar lag het. Dat was organic. En toen kwam de crisis in 2008. Ja. En toen werd organic en discount werd omgewisseld. Dus wij kwamen toen aan de rand van het schap te liggen. En discount kwam in het midden. En wat wij snapten niet. Want ineens van een of ander ging dus die hele afzet die stortte in. Ja. En ja, dit is nou, dus dat zijn die wetmatigheden van de subconscious dingetjes waar je gewoon niet weet ja. van dat je er bloot aan staat. Maar zeggen, dat is je hebt die twee polen. Hè? Je hebt dus de conscious pole, ja. die heel belangrijk is. Maar de subconscious pole is ook heel belangrijk. En dat is eigenlijk die invloed van die retail. Die ja. enorm. Het is heel interessant wat je zegt. Want je ziet dus door die economische crisis dat het enige land waar biologisch dus afzwakte en minder groei liet zien, ja. was in Engeland. Omdat die supermarkten uit zichzelf dachten van totaal die consument onderwijs. Gaat geen biologisch meer kopen. Terwijl in al die andere Europese landen ja. liet men het op het schrap en zag je juist een verhoging in de afzet van biologische producten ja. in die crisistijd. Dus het is inderdaad een. Kan nog ja. veel aan knoppen gedraaid worden. We moeten een beetje richting het einde. Want. Ja, de tijd vliegt als je het naar je zin hebt. We kunnen hier nog uren over praten. Nee, maar ik heb nog wel een vraag. Want straks zitten hier alle nationale politici, of althans een deel daarvan. En nou ja, dat nationale beleid hebben jullie al aangegeven. Dat is ook wel echt een ding waar een element waar iets moet gebeuren. In één zin of in één statement. Wat moet daar gebeuren? Ik begin bij jou. Ja, neem het woord biologisch in de mond. He, dat is op dit moment wordt het angstvallig vermeden. We praten over kringlooplandbouw, emissiearme landbouw. We praten over natuurinclusief, de politiek. Hè? Ja. Dat zijn natuurlijk mooie vage termen waar niemand zijn vingers aan kan branden. Maar als je zegt biologisch, dan is dat gewoon keihard. Want je bent biologisch of niet biologisch. Ja. Dus, maar er bestaat gewoon, hier moet ik ook eventjes voor mijn, ja? voor ja? bijvoorbeeld mensen die daar anders tegenover zitten. Er bestaat ook het idee van biologisch. Is, weet ik veel, kost meer land. Ik bedoel, er is discussie over of dit de oplossing is, toch? Goed, maar die discussie gaan we graag aan als biologische sector. Maar waar het mij om gaat, is dat er nu een doelstelling komt vanuit Europa. Of die is er al. En Nederland moet eraan voldoen. En dat betekent dus dat je dus niet meer om de brei heen kan. Nou, ik weet niet precies hoe die uitdrukken, maar je weet... Om de hete brei. Om de hete brei. Dat je dus inderdaad moet benoemen, wij gaan als Nederland voor biologisch... 25%. Ja, ja, ja. Spreek dat uit. Dat wil niet zeggen dat al die andere vormen niet goed zijn. Daar mag je ook mee bezighouden. Maar durf uit te spreken het woord biologisch. Dat is mijn grootste en advies. Dus ook dan het onderzoeksgeld. Exact. En dan die hele rits van dingen. Markt stimuleren, boeren om laten schakelen, et cetera. Ja. Maar punt. Durf het gewoon in de mond te nemen. Dat gebeurt nu niet. Ja. Ook figuurlijk. Nou, ja. Ik begrijp net dat Carla Dick Faber en Thierry de Groot zitten vanavond aan de tafel. Ik zie ze allebei een beetje als verlengstuk van de minister, van minister Schouten. Ja. Minister Schouten heeft een fantastisch mooie nota geschreven 2 jaar terug. Hè, met de overheid kringlooplandbouw. Er staat inderdaad geen woord. Het woord biologisch komt er niet voor, maar ze bedoelt het eigenlijk wel. Ja. Ja. En waarom moeten er nou nota's verschijnen met zoveel mooie woorden, terwijl er in de praktijk helemaal niets verandert? Dat er dus, nee, even het voorbeeld, ik heb het er wel genoemd van deze week. We hebben Remkes gehad. Klip en klaar wat hij zegt. Ja. Geen woord Spaans bij. Ze zeggen, het kabinet zegt, we gaan iets anders doen. En deze week nog is minister Schouten trots erop dat de derogatie weer voor elkaar is. Dan denk ik, jongens, een gaatje in je hoofd of zo. Ja. Dit is gewoon onzin. Goeie vraag. Ik wil ook aan en ieder thuis vragen om dit in het hoofd te houden. En als Tom niet online is, om die vraag te stellen. Omdat, en Felix doet dat niet vanavond. Dan dat vooral in te bellen, want dat kan. Of in te bellen, en dat gaat dan via zo'n soort draadloos device. Ja, en altijd biologisch noemen. Biologisch, biologisch, biologisch noemen. Dank je. Ja, nee, maar ik zeg het even. Want kringlooplandbouw is eigenlijk een Spaanse uitdrukking. Je moet gewoon zeggen biologische landbouw. Ja, dus het moet gewoon klip en klaar. Je moet gewoon duidelijk hebben waar je het over hebben wil. Ja. Heel duidelijk. Wij krijgen allemaal Zoom-vragen. We zitten hier nog een tijdje. Nee, ja, vreemd genoeg. Vorige keer had ik vragen. Maar we zijn blijkbaar zo helder. We zijn glashelder. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor jullie aanwezigheid hier. En jullie levendige gesprek wat wij konden hebben. Tom Saat en Michael Wilde. Zeer bedankt. U als kijker, zeer bedankt. Dit was de 4e in de hele reeks live bijeenkomsten van Flevo Campus. Er komt nu een klein pauzetje, maar we zijn alweer over 10 minuten om 2:30 terug met een presentatie van de Flevo Campus Think Tank. Dat zijn studenten en jongeren die geïnteresseerd zijn in voedsel en die zich de afgelopen maanden bezig hebben gehouden met een bijzondere uitdaging om het voedsel in Almere te verduurzamen. Die bijeenkomst is onder leiding van
Joris Lohman en later dus vandaag het nationale niet te missen politiek debat onder leiding van Felix Rottenberg. Dank zeer. Dankjewel. Volgende keer. Ja, goed. Erg leuk.